Hallo beste trouwe luisteraars en welkom op een nieuwe illegale uitzending van Illegale op de Vlucht. Het programma over mensen die zichzelf willen uitdrukken of ze nu falen of ze nu mislukken. Straks hebben we een gast bij ons, Pieter Baas en Betty van Big Brother. Die laatste komt niet, maar zorg er wel voor dat onze trouwe luisteraar blijft luisteren naar ons illegaal programma live op de E19. We staan nu even stil, tijd om onze Ford Transit bij te tanken. Een ideaal moment voor reclame. Hey hiphoppers, bent u het ook bij al die zeveraars, leugenaars, bataars en foefelaars? Mag ik u dan voorstellen aan... De Eraser. De Eraser, dat ben ik, ja, dat ben ik. De oplossing voor al je problemen. De oplossing, ja. Nu te koop bij je plaatselijke dealer. Nu te koop bij je plaatselijke dealer. De Eraser. Voor 55.987 frank. Pieter Baas, ik mag toch Pieter zeggen? Jotje. Waarom rappen? Of ik zal even mijn vraag anders formuleren. Waarom rap je? Het is in de eerste plaats een communicatiemiddel, een vorm van vrije meningsuiting voor mij. Ik heb niet echt een doel voor ogen, maar ik zou er wel graag iets mee willen bereiken. Niet dat dat een drijfveer is, maar voor de geïnteresseerde medemens eigenlijk. Het blijft een van de vele communicatiemiddelen dat er zijn. Oké. We worden een beetje gehinderd. Ik ga even kijken. De ramtoerist uithangen. Toch niet weer die blokkades. Oké, we gaan een fragment horen van Pieter Baas. Haat verspreid. Hey, flikken, kom. Blaf. Kom, smeer hem. Kom maar. Allee, start die auto. Starten. Ja. Kom aan. Allee, kom aan. Ja, kom aan. Hey, fuck shit, die auto start niet. Ah, doe me. Allee. Ah. Ja, hij start.